Dit is toch eigenlijk wel een heel handig ding. Het is ervoor gemaakt om op afstand andere apparaten te bedienen. Nou, lekker zappen op tv bijvoorbeeld. Maar wat zit er eigenlijk in? Wat gelijk opvalt, is deze printkaart. Zoals inkt op papier geprint kan worden, kunnen er hele kleine stroomdraadjes op deze plaat van kunststof geprint worden. Dat is wel handig, want heel veel afstandsbedieningen hebben vaak veel knopjes. Een elektrische stroom loopt altijd in een cirkel. En een voedingsbron, in dit geval een batterij, die levert de stroom. Maar als die cirkel wordt onderbroken, dan kan er geen stroom lopen. Maar als je heel goed kijkt, dan zie je dat hier de stroomkring ook is onderbroken. Die zwarte stroomdraadjes, die raken elkaar niet. Maar je raadt het al. Als je daar nou met een knopje op drukt, dan sluit je de stroomkring en gaat er weer stroom lopen. Die stroom, die loopt hier vanaf de batterij, zo via het knopje, naar dit lampje. En dit is niet zomaar een lampje, want het licht dat het uitzendt, dat zien we niet met het blote oog. Maar dat licht, dat is er wel. Het bewijs, het cameraatje van je mobiele telefoon, die kan hem wel zien. En je ziet ook dat het licht knippert en dat is een code. Een code maken is eigenlijk heel simpel. Stel, je spreekt af dat licht aan 1 is. En licht uit 0. Je krijgt dan dus een code met allemaal enen en nullen. De code 101 is bijvoorbeeld licht aan, licht uit, licht aan. Of 1101 is licht aan, licht uit, licht aan. Vervolgens zou je een betekenis kunnen geven aan zo'n code. Je krijgt dan dus een soort knippertaal. Deze code bijvoorbeeld is tv aan. Of deze is geluid harder. Of deze, andere zender. Dit hier is een chip, een soort minicomputertje. En hierin wordt geregeld welke code bij welke knop hoort. In de tv zit een ontvanger ook weer met chip. En die vertaalt de code en zo weet de tv wat hij moet doen. En dat allemaal terwijl jij lekker in je luie stoel zit. Oh ja, en probeer dit niet thuis, want uit elkaar is makkelijker dan in elkaar.